Toen echt een zwaar WK gravel, denk ik. Ja, voor mij was het de zwaarste wedstrijd dat ik in mijn leven gedaan heb, denk ik. Ik heb echt wel afgezien die laatste 50 kilometer, maar ik ben tevreden. Ik had het doel om tot 10 te halen en dat is net gelukt. Wat maakte dat het zo zwaar was? Ten eerste de duur, dat is iets waar ik niet per se gewoon ben. Een koers van bijna 5 uur. En het was gewoon een zwaar parcours. Er werd van kilometer 1 keihard gereden. Het is eigenlijk van de hele wedstrijd niet stilgevallen. Ben je iets tegengekomen van pech of ben je gespaard gebleven vandaag? Ik denk dat ik een klein beetje lucht op mijn achterband verloren ben. Maar dat is vanzelf dicht gegaan. En voor de rest heb ik geen pech gehad. Ik heb ook wel gezorgd dat ik heel de wedstrijd lang goed vooraan heb gereden. Dat kost natuurlijk wel wat krachten. Maar zorg ervoor dat je wel minder snel iets tegenkomt. Dus ik ben wel tevreden dat ik dat al het materiaal heeft stand gehouden. Heb je vandaag misschien iets minder risico's genomen met oog op wat komt? Ik zelf eigenlijk niet. Ik had er toch een beetje een doel van gemaakt van vandaag. En ik had mezelf gehoopt om hoog te scoren. Dat is nu best goed gelukt met die top 10. Dus ik kan niet zeggen dat ik mezelf heb ingehouden of risico's of gevaren gemeden heb. Heb je het gevoel dat je al top bent richting dat crossseizoen? Ja, het is nu natuurlijk een inspanning van 5 uren. Dat ging vandaag echt wel heel goed. Nu, de inspanning van een uur in de wedstrijd van een cross is nog iets anders. Dus we gaan daar de komende week nog wel aan werken, de weken daarna ook. Maar in principe denk ik wel dat het echt wel goed zit en dat ik in principe wel moet kunnen meedoen voor podiumplaatsen vanaf de eerste crosswedstrijd. Wacht je dat al direct al, ook al zou je misschien weer meer van achter starten? Ja, vandaag stond ik ook ver, maar vandaag hebben we 5 uur om op te schuiven. Volgende week sta ik nog iets verder, denk ik, in de start, dus dat zal niet zo gemakkelijk worden. Maar ik zie dat wel als een uitdaging. Ik had nu de vorige week ook naar het buitenland kunnen gaan om punten te sprokkelen en al in Beringen iets meer vooraan in de start te staan. Maar ik zie dat dit seizoen een klein beetje als een uitdaging. Beginnen op bijna nul en zien waar we in februari dan gaan uitkomen. Vorig jaar was het moeilijk om echt een doel uit te spreken. Heb je nu zoiets van, ik ga wel vol voor die overwinning nu zo snel mogelijk? Ja, in principe wel. Ik denk na vandaag ook en na de zomer dat ik gehad heb, dat ik dat wel als ambitie mag hebben. Eigenlijk hoe de carrière, deel 1 van de carrière was, meedoen voor podiumplaats, af en toe een overwinning, dat ik zo weer wil kunnen koersen. En ik denk wel dat dat moet lukken. Laatste vraagje, hoeveel zin heb je in een volledig crossseizoen? Ja, het heeft precies heel lang geduurd eer het crossseizoen begon. Ik had natuurlijk heel hard uitgekeken naar de comeback in februari, maar dat was ook zo voorbij. En nu was het weer een heel lange periode richting het nieuwe crossseizoen, richting dit WK Gravel. Maar nu zijn we vertrokken. Ik heb vorige week gezegd, het is het laatste vrije weekend. En dat is ook echt zo, het laatste vrije weekend in 5 maanden tijd. Dus ik ben er klaar voor, laat maar komen. Veel succes, dankjewel. Thomas, heel kort.